Zo. Wat ben je aan het maken? Nou, het idee van het verhaal was eigenlijk... Ik had in mijn atelier, die zal ik zo even laten zien... een hele lange foto die ooit is in 1975 of 74, wil ik vanaf zijn... gemaakt zijn door Rob Joosten, Diana's broer. We zaten daar met een aantal vrienden, hadden een boerderij gehuurd... in een klein gehuchtje en dat heet Terziet in Zuid-Limburg. Maar het mooie was, van kijk kwamen ze hier op een gegeven moment gewoon... dat zijn vrienden van mij, Jos, en die komt uit Limburg... En ik laat het atelier zien. En hij zegt een heel klein deel van die foto. Hij zegt, wat moet jij in Terziet? Ik zeg, nou, niemand kent Terziet. Ik zie het wat jij niet ziet. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, nou, dat, weet je, dus we kwamen daar aan de praat. Hoe het mogelijk is dat iemand dat meteen ziet aan een foto van een stuk Limburgs landschap. Ja, leuk. Maar dat was dus wel waar. En daar was hij dus getrouwd. In dat plaatsje. Nou ja, in feite, later kwamen ze met de vraag of... zo'n panorama wil gaan maken voor het Kerntheater. Want een jaar of drie geleden is er ook een keer panorama 13 geweest. En toen waren er 14 kunstenaars aan bezig. En nu, toen vroegen ze of ik dat alleen wilde doen. Zei ik, wil ik wel doen, maar dan ga ik die foto heel groot schilderen. Dit heeft bij Rob Joosten, die hem heeft gemaakt, dat panorama. Heeft hij in zijn kelder gestaan, daar is het gaan lekken. Dus, en dat vind ik het mooie. Ja, dat geeft wel heel aparte effecten hier, met name. Je krijgt een soort abstract schilderij ineens. Ja, die verwering. Weet je wel? En dat wil ik dus. Ik ga helemaal zwart-wit wordt het, hè? De allereerste. Dit is het allereerste deel. Hier begint het mee. Dus ik heb dit via een overheadprojector heb ik dit in het tuinhuis. Dit eerste gedeelte is in het tuinhuis gebeurd. Twee panelen naast elkaar. Teken ik het. Dus het is namelijk minuscuul klein. Het zijn dunne lijntjes van een millimeter. En dit zijn bijna 2 centimeter. Dus het wordt 20 keer vergroot. Je moet alleen consequent blijven, weet je wel. Oh, je gaat hem eerst nog in potlood opzetten. Ik zet hem eerst in potlood op, ja, ja. Waardoor je allerlei hele vreemde vormen krijgt. En dat is eigenlijk watgene waar ik mee bezig ben nu. Ik heb hier een potje met een heel klein beetje zwarte verf. Want het moet niet te zwart namelijk. Dan heb ik hier een pot waar ik mijn kwast in schoonmaak. Dus dat is grijs geworden. En hier een pot schone verf. En daar ga ik gewoon willekeurig mee om. Dus ik doe nu een beetje zwart erin. Nou, en dan ga ik gewoon... Hier ga ik invullen. Het moet gewoon heel schilderachtig worden. Dit is eigenlijk de basis waar ik mee ga werken. Daar heb ik er al 13 panelen van klaar. Eind van december... De laatste paar dagen gaat het erheen. En 2 januari begin ik met het neerzetten daarvan en het afmaken. Ik doe het eerst op de hele manier hetzelfde. Met alleen maar die lijnen, het tekenspel. Ja. En dan kijk ik wel wat ik ga doen. Ja. Dat is het spannende daar ter plekke, weet je wel. En dan vanaf dat moment, als ik klaar ben, blijft het gewoon nog een maand hangen. Tot, en dan komt het 7, helemaal rondom, hè? Ja. Die is ook organisch ontstaan. Wat ik dan ga doen later, want dit wit moet niet zo kaal wit blijven zoals nu. Dan ga ik dus gewoon met een zwarte kwast ga ik dat een beetje en dan schilder ik het weg met transparante witte verf met lagen, waardoor er wel een soort soort diepte erin komt. Diepte, ja, het wordt schilderachtig daardoor. Nou ja, maar het is leuk werk. Het is wel inspirerend eigenlijk allemaal.